De beste film van 2008 is zonder twijfel What's With Bashir. What's With Bashir is een geanimeerde documentaire van de regisseur Arie Volman. De critici liepen er echt jubelend mee weg. Maar op een of andere manier viel het een beetje tussen wal en schip. Het liep alle prijzen mis. Geel land terecht. Want What's With Bashir is um, volstrekt vernieuwend. What's With Bashir behandelt de uh, gedoemde invasie van Israël in Libanon in 1982 die eindigt in het bloedbad in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila. Voor me komt erachter dat hij zelf eigenlijk helemaal geen herinneringen heeft aan de invasie en zoekt zijn lege kameraden op om zich geheugen weer op te frissen. Hun herinneringen worden voortdurend op animatie uitgebeeld. En het interessante is dat de animatie eigenlijk doet wat het geheugen doet met je herinneringen. Het dikt het in, het verbindt het met liedjes, met visioenen, met associaties. Het maakt het mooier dan het is, het maakt het sneller dan het is. Maar als Ari Volman uiteindelijk zijn uh, geheugen terug heeft. en beseft wat zijn rol was. in het bloedbad van Sabra Shatila. dan wordt dat sluier van die animatie opeens. brutaal weg, weggehaald. en zien we de realiteit zoals die, wij die kennen: de realiteit van de televisiecamera. Waltz with Bashir is een vernieuwende. Uh, verbazingwekkende film. die de oorlogswanzin. op een manier laat zien die u nog niet eerder gezien heeft. U kunt hem nu nog zien. Ik koop hem anders maar op DVD. De slechtste film van 2008, dat is Cherry Blossoms. Of in elk geval de meest irritante film. Cherry Blossoms is bijna een Duitse genrefilm. Er zijn meer films waar een oude Duitser die een zieloos en vreugdeloos en materialistisch leven heeft geleid, zijn ziel vindt. We volgen het Duitse echtpaar Rudy en Trudy. Rudy is stervende, maar weet het zelf niet. En Trudy vertelt dat aan niemand om haar moverende redenen. Ze trekken naar de grote stad om een kinderen op te zoeken, maar die hebben geen tijd voor ze. Druk, druk, druk. Dus gaan ze verder. En dan overlijdt, verrassend genoeg, Trudy als eerste. Rudy ontdekt dat zij een levenslange passie had voor het buto-dansen. Een gestileerde Japanse kunstvorm. Hij besluit naar Japan te trekken. In Tokio heeft hij ook nog een zoon wonen. Ook die heeft geen tijd meer. Zodat hij gaat zwerven tussen het vrede neon van Tokio... En daar een dakloze, kleine buto-danseres tegenkomt. Die wijt hem in in de mysterieën van het uh, sirene oosten. En uiteindelijk voert hij een dode dans uit aan de voet van de berg Fuji. Cherry Blossoms is een katastrofale opeenstapeling van clichés. Het is vreselijk.